In dit filmpje wil ik het volgende effect hebben. Ik wil een figuur tonen en bij de volgende klik wens ik dat die figuur verkleint en naar de rechterbovenhoek gaat. Wat moet ik daarvoor doen? Ik neem bijvoorbeeld mijn slide waarop mijn tekst staat en waarover ik eerst mijn figuur wil tonen. Dus ik plak die figuur hierover of ik voeg die figuur hierin. En ik ga kiezen om hier twee animaties op uit te voeren. En mijn eerste animatie die ik ga toepassen is mijn animatiepad kiezen. En ik kies mijn animatiepad voor diagonaal omhoog rechts. Dus ik kies het pad waar langs dat die figuur moet verschuiven. In mijn geval wil ik dat hij dus naar boven rechts gaat. Ik kan dit punt nog aanpassen als ik dit wil. En dus als ik meer naar boven of naar beneden dat wil verschuiven, dan kan ik dat gerust doen. Dus ik vertrek van mijn groen punt naar mijn rood punt. En je ziet in deelvenster animatie, zie je die animatie hier gebeuren. Maar ik wil hier nog een extra animatie op toevoegen, namelijk dat deze figuur verkleint. Ik kies voor vergroten verkleinen, standaard staat het op vergroten. Maar ik kies hier bij mijn effecten voor kleiner worden. Bijvoorbeeld ...50%, maar ik kan dat ook aanpassen. Dus je kan kiezen hoeveel procent je precies de figuur wil verkleinen. En ik heb nu graag dat die beide animaties dezelfde tijd gebeuren. Dus dan kies ik voor animatie 2 met vorige, met animatie 1 te starten. Dus als ik dan op afspelen klik, dan gaan de beide animaties na elkaar afgespeeld worden. Ik ga nu mijn diavoorstelling starten vanaf de huidige pagina. En ik kijk het effect. Ik zie dat mijn figuur verkleind is en naar rechtsboven gaat. Om het mooi af te werken, zal je dus zelf moeten een beetje spelen van wat is het juiste pad en wat is de juiste grootte, zoals bijvoorbeeld hier. Dat dit dan net past, zodat mijn tekst perfect kan gezien worden.